Hugo, even terug aan de afgelopen dinsdag tot vandaag, de vrijdag. Je bent al nooit zo vaak geïnterviewd als door diverse media, denk ik. Nee, dat klopt inderdaad. Het zijn een bijzondere paar dagen geweest al. Even terug naar die dinsdag. Binnen 5 minuten moet je al aan de bak. Dan heb je ook niet de tijd om echt nerveus te worden, denk ik. Nee, maar dat heb je inderdaad goed. Dat was best wel lekker, eerlijk gezegd. Dat was 3 minuten... Eventjes volle bak spanning en toen mocht ik het veld en toen was ik eigenlijk alweer vanaf. Je kwam erin bij een corner, dan moest je gelijk al acteren zeg maar, ja. En goed ingrijpen. Ja. Dat deed je ook op dat moment. Ja, klopt. Ben je ook tevreden over je hele prestatie gedurende de volle 90 minuten zeg maar? Ja, ik ben sowieso natuurlijk heel blij dat we hebben gewonnen. En wat betreft mezelf, een paar goede ballen gepakt vind ik. Die eerste goal dat ziet er heel lullig uit, maar die wordt aangeraakt, dus ik vind dat ik daar niet heel veel mee kan. Die tweede, lastig. Ik zag hem ook vrij laat. Ik had hem graag gepakt, dat zeker. Maar ja, over het algemeen wel tevreden. Had je nog de angst dat je alsnog die 3-3 zou vallen? Nee, dat viel wel mee, eerlijk gezegd. Het is... je hebt wel op het veld in je achterhoofd dat als het gebeurt dat het verschrikkelijk kloten zou zijn. Alleen, we waren op dat moment... Iedereen zat zo erg in de wedstrijd en was zo erg bezig met de volgende bal en weer de volgende bal en weer de volgende bal. Dat je niet heel erg stilstaat bij shit, misschien maken ze nog 3-3. Even terug naar het begin van je carrière. Je jeugdjaren heb je doorgebracht bij AFC in Oegstgeest. Ja. 10e maak je dan de switch naar het Zuiderpark. Bij AFC, ik weet niet, ten aanzien van je lengte, heb je nog een goede sport gehad? Of had je in de beginperiode bij AFC toch... Het idee van ik word lekker voetballen in plaats van keeper. Nee, ik ben altijd al best wel lang geweest. Ik heb ook nooit echt enorme groeiklachten gehad. Omdat ik heel gestaag ben gegroeid. Dus ik geloof dat ik in de F6 zat ik toen. Dus toen zou ik 8 geweest zijn. Keepte ik een beetje om de wedstrijd en vond ik het wel leuk en deed ik het wel aardig. En kreeg ik een beetje complimentjes. En dacht, hey, ik ben hier wel goed in. Toen het jaar erop kon ik naar de F1 als keeper. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen nog een jaartje E1 gespeeld en toen naar ADO gegaan. Dus ja, wel sinds vrij jong ook keeper geweest. ADO staat bekend om zijn goede opleiding. Ook met betrekking tot de keepers. Je huidige trainer is natuurlijk Raymond Mulder. Mm-hmm. Tim Krul bijvoorbeeld is dan een exponent van ADO. In het verre verleden Ton T. Maar dat zou je niet zoveel zeggen, denk ik. Nou, ik weet zeker wie Ton T is. Oké. Maar in ieder geval... Ze hebben de naam om keepers goed op te leiden. Heb je dat ook als zodanig ervaren in al die jaren dat je meeloopt nu bij ADO? Ja, zeker. Ja, het is. Ik heb in alle elftallen die ik doorlopen heb, als ik dan met oudere jongens meetrainde, van bijna elk team zat er altijd wel iemand ergens in een voorselectie van Oranje. Dus ja, dat heb ik ook wel altijd zo ervaren. Wat dat betreft moet je nu rekening houden met Toppel. Behoorlijk aantal wedstrijden in het eerste. De mogelijkheid deed er al voor, min of meer, tegen Top Os. Maar toen viel het nog bij Luc. Mm. Stel je daar ook op in dat je de komende 5-6 wedstrijden in dat eerste gaat staan baden? Ik denk op dit moment echt alleen maar aan zondag. En wat daarna komt, dat zie ik wel. Maar het enige wat ik nu in mijn hoofd heb is zondag. Bij AFC, toen de tijd naar ADO... In die periode, had je toen al een favoriete club voor jezelf? Voordat je naar ADO überhaupt vertrok? Of had je misschien een poster van iemand van Ajax boven je bed? Ajax absoluut niet. Nee, ik ben veel met mijn vader naar de Kuip geweest. Als je hier zegt Feyenoord, valt het minder gevoelig als Ajax, denk ik. Nee, weet ik. Nou, maar het grappige is, naarmate ik langer bij ADO ben gaan spelen, is mijn liefde vader natuurlijk ook meer gegroeid. En ben ik ook steeds minder in de Kuip gekomen en steeds meer in ons stadion. Favorieten ten aanzien van het keepersvak, wie zijn dat? Die kreeg ik eergisteren ook. Edwin van der Sar natuurlijk. Jan Oblak vind ik heel gaaf. Manuel Neuer vind ik fantastisch. En Buffon heb ik ook altijd veel naar gekeken. Die eerste twee, die hebben natuurlijk knap wat lengte in huis, zeg maar. Is dat ook, denk jij, toch een extra voordeel voor keepers als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een Lamproep bij Pek Zwolle? Ja, dat denk ik wel. Moet ik het nog maar waarmaken en heeft Lamproep denk ik toch wel een mooie carrière gehad. Dus is het ondanks zijn lengte meer dan aardig gedaan.
Het enige voordeel is, lengte kan je niet trainen. Nee, en alles eromheen wel. En dat heeft bijvoorbeeld Lamproe heel goed voor elkaar gekregen. Alleen hij zal mijn lengte nooit krijgen. En nou ja, ik kan wel hopen om zijn explosiviteit te krijgen door te trainen. Zondag in het Car City Stadion, thuis tegen de Graafschap. Ouders erbij? Ja. Dat was afgelopen dinsdag natuurlijk, even een beetje behelpen voor ze. Ja, nou ja, pa had al een voorgevoel, zei hij. Dus die zat achter de tv. Die appte vervolgens in de groepchat. Koopmans geblesseerd, Huug loopt warm. Toen zijn alle tv's aangegaan. Wat weet jij van de Graafschap? Met name al aanvallend, want dat zijn wel de mensen die het meeste in die 16 opduiken bij jou. Ze hebben vooral veel lengte, dus dat is met corners wel een dingetje. Snelle, vrij behendige buitenspelers. Schieten graag op goal. Ik weet niet wie er in de spits gaat spelen. Eentje is een jonge gast die ook graag op goal vuurt. Ik vind het aanvallend, is het zeker geen verkeerde ploeg. Dus, ja. Afrondend, als jullie weer de 3 punten pakken, stap je dan weer op de massagetafel en dan de Nederlands tafel niet de lucht inslingeren? Dat weet ik niet. Daar moet ik dan nog maar naar kijken. Het was wel Nederlandstalig, begreep ik. Het was Nederlandstalig, ja. Welk lied was het? Hoe heet die? De Toyador, volgens mij. Ja, ik ben niet zo thuis. Het enige wat ik weet van mijn kleindochter is dan Bacardi Lemon. Dat vind ik ook wel aardig, moet ik zeggen. Ik heb niet zoveel met Bacardi Lemon, om eerlijk te zijn. Ruud, hoe kijk je terug op afgelopen dinsdag? Ja, natuurlijk met veel genoegdoening. We hebben een belangrijke uitwedstrijd gewonnen. We hebben antwoord gegeven op het resultaat in Kerkrade. En ja, dat hebben ze uitstekend gedaan. En ja, goed, als je terugkijkt verder. Ik denk dat we het na rust eerder af hadden moeten doen. Door 3-4-1 te maken. Nu werd het nog spannend tot het eind. Koopmans valt dan 5 minuten al uit. Ja. Hugo moet dan zijn opwachting maken. En wat dat betreft, gelijk bij die corner, greep je al heel goed in. Ja, gaf ik ook aan na afloop van die wedstrijd. Hij kreeg gelijk de vuurdoop. Ja, dan moet je laten zien. Nou, hij zit erbij en hij heeft een paar goede reddingen gedaan. En dat is mooi om te zien. Ja, ik denk niet dat hij veel tijd had om na te denken. Je moet er gelijk maar in. En de groep heeft ook hem goed geholpen daarin. Dus ja, dan is het lekker dat we ook die wedstrijd weten te winnen. Wat heeft jou en de andere mensen van de technische staf doen besluiten om hem in de hiërarchie op te schuiven naar die tweede plek? Dat is besproken in de winterstop, eigenlijk op trainingskamp. De twee keepers zitten heel dicht bij elkaar, vonden wij, in een ontwikkeling. Allebei een andere stijl, dus Jury en Hugo. Maar goed, we zagen wel een stuk ontwikkeling bij Hugo. Waardoor we ook wilden zien wat het gaat doen met hem op het moment dat hij onderdeel echt gaat uitmaken van een wedstrijdselectie. Tweede keeper, dat betekent weer dat je iets hebt laten zien, maar tegelijkertijd moet de ander weer laten zien wat hij waard is om te knokken voor die tweede positie. Zo werkt dat ook bij spelers. Nou, in die ontwikkelingen en besproken met de keeperstrainer hebben we gezegd van, nou, als technische staf, we geven hem die periode nu om te kijken hoe hij zich ontwikkelt als tweede keeper. Luc ligt eruit. Is het al in te schatten hoe lang dat gaat duren? Nee, nog niet. Hij krijgt nog een vervolgonderzoek maandag. En dan valt het met zekerheid te zeggen wat er echt gaat gebeuren. Afgelopen dinsdagavond zei je toen elkaar spraken van, ik heb wat te bespreken. Met andere woorden, richting Rijntjes, richting de periode die nu gaande is, de transferperiode. Ja. Keeper, wordt daar ook nadrukkelijk naar gezocht? Wordt wel besproken natuurlijk, want dit heeft effect op heel de club. Tuurlijk direct het eerste elftal. Maar zitten we nog met de academie en onder 21. Ja, dat betekent dus, Kilian komt wel terug dadelijk van de Afrika Cup. Ja. En we hebben David, maar we hebben natuurlijk een onderbezetting. En aangezien we 2 keepers nu kwijt zijn, ja, dan mag je daar wel intern goed over hebben. En ja, dat zal nog wel een vervolg krijgen. Je hebt nu allemaal jonge keepers tot je beschikking. Dan zou het wel lekker zijn om een wat meer geroutineerde keeper tussen 25 en 35 erbij te halen. In hoeverre speelt Robert Swinkels in dit verhaal nog een rol? Of is die rol helemaal uitgespeeld? Ja. Vanwege? Nou, zoals je het zegt. Ja, maar dat moet een oorzaak zijn. Hij staat formeel onder contract natuurlijk. Ja, hij staat formeel onder contract. Maar dat besluit is al genomen, geloof ik, vorig seizoen. En begin van het seizoen. Maar goed, die naam hoeven we niet meer te hanteren, zeg maar. Nee, hoef je niet te hanteren. Hij is wat dat betreft ook medisch niet inzetbaar.
al heel lang niet. Toch even nu nog naar de resterende dagen. Bezuij is al vertrokken. Sam Stijn schijnt tussen aanhalingstekens in belangstelling staan van FC Twente. In hoeverre is dat laatste waar? Nee. Heb je ervan meegekregen? Laat ik zo nee, zeggen. Daar kan ik ook niet op reageren. Op al die geruchten. En omdat, heel simpel gezegd, concreet heeft er nog geen één club zich gemeld voor welke speler dan ook nu. En dan is het dus vrij simpel. Dan hoef ik er ook niet op te reageren. En ja, we weten ook wel dat tot het einde van januari of zelfs daarna, dat er nog van alles kan gebeuren. Maar vooralsnog hoeven we daar nog niet op te zinspelen. Inkomende spelers, kunnen die nog verwachten? We zijn wel aan het kijken, we zijn wel aan het praten. Want natuurlijk hebben wij ook spelers waarvan je zegt, nou, daar is het perspectief wat minder voor in onze selectie. Kunnen we daar wat mee? Kunnen ze misschien elders meer minuten maken? Ja, dan ga je daarover praten. En tegelijkertijd wat je zegt inkomend, dat betekent waar liggen onze prioriteiten? We weten dat we geen liggende gelden hebben, maar we moeten wel creatief kunnen zijn. En dan is het even afwachten, bekijken wat er eventueel mogelijk is. Dan prijs je toch over spelers die uit hun contracten lopen op dit moment, die dus niet meer gebonden zijn aan een club. Bijvoorbeeld Triboel, die naam doet weer een beetje... Nee, onzin. Kan ik niet al zeggen. Onzin. Terug even naar dinsdag, dan kom je bij het Karsjean Stadion en dan word je met vuurwerk en weet ik het allemaal, word je onthaald. Ja, dat was prachtig. Ja, daarom, je mist je supporters, omdat zeker als je goed resultaat haalt, dan heb je kunnen zien wat het doet. En dat is ook goed voor onze groep en dat wil je ook delen. Ja, het was prachtig om te zien dat ze ons zo ontvingen en dat hebben de jongens ook verdiend, vind ik. Want ja, het zijn toch wel weer na zo'n week van uitschakeling beker en een zeepert in een kerkrade. Als je dan van een concurrent weet te winnen en we weer eigenlijk blijven verrassen. Nou ja, dan moeten we zo door blijven gaan. Nou, gelukkig zijn ze er weer waarschijnlijk zondag bij. 1/3 van het stadion, heb je daar nog een mening over? Ja, ik zou liever willen dat het vol was. Ik snap dat je liever zou willen, maar wat vind je van de huidige? Ja, het is een moeilijke maatregel, vind ik, vanuit het kabinet. Mijn persoonlijke mening is natuurlijk dat voorheen hebben we laten zien in Nederland met de stadions. Dat iedereen goed naar binnen kan en veilig naar binnen kan. Alle maatregelen worden gehanteerd door de club. Het heeft ook een keerzijde, de financiën. Dus niet alleen sportief. Ja, dan vind ik ook dat we dat moeten doen. En als ik dan inderdaad lees dat Field Labs, dat hebben we hier. En dat het buitenland daar gebruik van maakt en wel de stadions vol hebt. Ja, dan denk ik, ja, dit is weer eigenlijk hetzelfde als met de horeca. We gaan tot 10 uur open en dat vind ik halve maatregelen. Dus u neemt nu in de stand de 3e plek in. Ja. Toch 4 ploegen, inclusief Emmen, daar zal het om gaan. Er staan 5 punten van elkaar af. En dan lees ik dat Emmen weer 2 mensen in de spits heeft toegevoegd. Wat denk je dan? Ja. Nou, eigenlijk niet wat jullie denken. Dat is realiteit. Jullie denken dat wij om het kampioenschap even makkelijk meedoen. Nee, ik heb het nu over plek 2. Nee, ik heb het even over de media. Dat is dus promoveren. Ja. Nou, ik denk dat een half jaar geleden praatte niemand over voetbal hier. Was het over leven. Maar hoor me, we zijn ambitieus. Tuurlijk willen wij heel graag meedoen en verrassen. En als het kan, zo snel mogelijk terug. Zal ik ook altijd wel roepen. Maar het realisme wil ook wel laten zien dat wij niet zomaar 2 spelers even, zoals Emmen, nog even toe kunnen voegen om dat doel te bereiken. In het begin hebben we zelfs niet eens een doelstelling benoemd. Dus dat doen zij goed. Zij kunnen dat. Nou, wij moeten creatief zijn. Wij hebben een goede selectie. We hebben een leuke selectie. Goede groep. Leuke groep. Nou, laat ons proberen zoveel mogelijk te winnen. En vooralsnog gaat dat goed. Zondag komt een van de concurrenten, de Graafschap, op bezoek. Als je terugdenkt aan die uitwedstrijd, krijg je dan rare gevoelens? Ja, dat was niet makkelijk. Nee, dat is... Maar met de manier waarop, vlak op dubieuze strafschop. Ja, absoluut. We verliezen daar in de slotseconde. We hebben daar keihard geknokt. En als ik kijk naar de jongens die we hadden, dan hadden ze op zijn minst zeker dat punt verdiend tegen een volwaardig de Graafschap. En door eigenlijk een foute beslissing van de scheidsrechter krijgen we een strafschop tegen. Ja, dat zijn zure nederlagen. En hopelijk kunnen we het zondag rechtzetten met onze eigen supporters erbij. Tot slot, naar aanleiding van afgelopen dinsdag nog extra problemen erbij gekomen? Tenminste, fysiek ongemakkelijk, zo vertalen? Nee, ik vond het al behoorlijk met je eerste keeper. Dat is niet eenvoudig. Maar de rest staat er redelijk op. Kemper? Ja, staat er redelijk op. Tuurlijk komt hij nog van ver.
Maar die heeft al wat, wat minuten gemaakt op trainen. Dus we moeten bekijken hoe dat gaat. Kies nou. Nee, die is nog niet zo ver. Maar ik verwacht wel dat hij nog wel aansluit morgen.